Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Lostop. Welkom. Jaarlijks wordt in Nederland bij zo'n 100.000 mensen kanker vastgesteld. Dat is niet alleen een drama voor die mensen zelf, maar ook voor hun directe omgeving en financieel voor de hele samenleving een belasting. Het is wrang dat in het licht van de zeer beperkte resultaten van de moderne oncologie, dat alternatieve zienswijzen, nieuwe manieren om naar deze ziekte te kijken, consequent worden verworpen. Want daartussen zitten methoden die wel degelijk helpen. Voor de preventie van kanker kun je het beste richten op 3 aspecten. 1 is stoffen, 2 is straling en 3 is gedachten. En voor genezing precies dezelfde 3. Als moderne mens worden we voortdurend belast met tal van stoffen waarmee ons lichaam op de proef wordt gesteld. Die komen binnen via ons mond, onze longen en ons huid. En er zitten ook stoffen bij die goedgekeurd zijn en toch schadelijk. Daarnaast zijn er een hoop dingen die we er zelf tegen kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld compenseren voor die stoffen met juist weer gezonde stoffen. Via onze voeding, via wat we drinken en wat we weer op ons huid smeren. Ook daar klopt heel veel van de officiële informatie gewoon niet. Kennis is macht. Vergroot daarom je eigen kennis over bijvoorbeeld voeding. En ga lezen over mineralen, over vitamine, over antioxidanten en andere voedingsstoffen. Fytonutriënten. Dat kan je redden. We staan tegenwoordig bloot aan allerlei vormen van straling waarvan een hoop mensen nog steeds niet weten hoe dat gaat uitpakken. Beperk je blootstelling. Een vliegreis, een röntgenfoto, een CAT-scan, een foto bij de tandarts, een mammogram of bestraling op de afdeling oncologie, dat is allemaal niet best voor je lichaam. Hoe minder, hoe beter. Elektromagnetische straling, van een dektelefoon in huis, wifi, draadloos internet, UMTS, GSM, draadloze babyfoon, is ook allemaal schadelijk voor mensen, schadelijk voor dieren en schadelijk voor planten. Tot slot is er één soort straling die wel gezond is. Zonnestraling. Want daarmee maak je vitamine D en dat is goed tegen kanker. Ooit bedacht waarom de kliniekclowns zo'n succes zijn? Je gedachten en je gevoelens hebben een grote invloed op je gezondheid. Optimistische en leuke gedachten doen je goed. Lachen is gezond. Nou, eenvoudiger dan dit kan ik het niet maken. En het aardige is dat wie zich richt op kanker in genezing en preventie, dat die ook allerlei andere chronische aandoeningen en welvaartsziekten kan verminderen. In de komende afleveringen ga ik dieper in op de hier genoemde 3 aspecten. Wie nu al vragen heeft, kan ze onder het videootje op YouTube kwijt. En aan mijn kijkers zeg ik bedankt.